We zijn op bezoek geweest bij de Beuth Hogeschule voor Techniek in Berlijn, bij de opleiding Media Design. Berlijn is de hoofdstad van Duitsland en als stadstaat deelstaat van het land. Met 3,5 miljoen inwoners is Berlijn tevens de grootste stad van het land en de op één na grootste stad van de Europese Unie. Er studeren in de stad zo'n 140.000 studenten. Berlijn heeft een erg rijke geschiedenis en is daarom een van de culturele trekpleisters van Europa. Dit kan interessant zijn voor multimedia studenten die op zoek zijn naar een buitenlandse stage. Onder jongeren staat Berlijn bekend als dé uitgaansstad van Europa. Er is geen vastgestelde horecasluitingstijd. Sommige horecagelegenheden zijn zelfs 24 uur per dag open. Beuth Hogeschule is wel oké. Het is een goede plek om uit te rusten van de avond ervoor en een goede plek om op te laden voor de volgende onvergetelijke nacht in Berlijn. Op Beuth zitten circa 10.000 studenten die allerlei studies volgen in diverse richtingen met betrekking tot techniek. De opleiding Media Design lijkt veel op CMD. Alleen krijgen studenten daarop de traditionele manier. Er zijn colleges over het vakgebied multimedia en alles wordt getoetst in tentamens. De opleiding richt zich op uiteenlopende vakgebieden, waaronder video, design, vormgeving en programmeerwerk. Op het gebied van multimedia zijn er ook een aantal grote namen gevestigd. Bedrijven als MTV, Nick, FIFA en Comedy Central hebben hier in Berlijn hun hoofdkantoor. Berlijn heeft als metropool alles in huis om een student een onvergetelijk buitenlands avontuur te bieden.